Hey, welkom bij Bewegende Bart, het kanaal waar we elke dag een training doen die toegankelijk is voor iedereen, ook voor ouderen. Het doel daarvan is om je lichaam sterk en gezond te houden. En voor we starten met de training van vandaag, wil ik even iets vertellen over 100-jarigen. Er zijn namelijk op de wereld redelijk wat 100-jarigen en men doet ook wel onderzoek naar die 100-jarigen. Wat is nu precies het verschil? En een normale curve van iemands levenskwaliteit, die ziet er eigenlijk uit als een boog. Die begint eigenlijk bovenaan met een hoge levenskwaliteit als je nog heel jong bent, als je geboren wordt. En naarmate je ouder wordt, wordt je levenskwaliteit altijd een beetje lager en lager en lager, tot je uiteindelijk sterft en dan is je levenskwaliteit uiteraard nul. En we kunnen eigenlijk stellen dat vanaf een bepaald niveau, ongeveer 50% levenskwaliteit, je als oud kan beschouwd worden. Op dat moment zullen je hersenen achteruit gaan, zal je fysiek ook aftakelen en heb je ook meer kans op bepaalde ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. En die komen dus vooral voor in de laatste fase van je leven en zijn ook soms wel vaak trouwens de oorzaak waar mensen aan overlijden. En wat is er nu heel bijzonder aan 100-jarigen? Die 100-jarigen zijn eigenlijk minder lang oud. Ze zijn eigenlijk een kortere periode in die fase waarin hun levenskwaliteit laag is. En dat komt eigenlijk omdat hun curve niet zo snel daalt, maar eigenlijk heel lang hoog blijft. En pas in de laatste jaren van hun leven begint die curve te dalen en op het einde daalt die curve heel snel. En ze hebben dus maar een korte periode dat ze eigenlijk een hele lage levenskwaliteit hebben. En dat is eigenlijk een beetje het doel van dit kanaal. Zorgen dat iedereen zo lang mogelijk gezond kan blijven, dat je kan genieten van je leven. Maar de enige manier om daartoe te komen is te zorgen voor veel spierkracht. Kracht, ja, veel spiermassa en een hoge VO2 max. Dat zijn de drie factoren die daarop de belangrijkste en de grootste invloed hebben. We gaan erin vliegen met deze training. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. De eerste oefening is vooral om de schoudergordel een beetje los te maken. Dus je gaat één hand omhoog doen en één hand omlaag brengen. En dat doe je gedurende 40 seconden. Heel goed. Heel goed. We zijn halfweg. Mag je er de flesjes bij nemen. En die flesjes die ga je met geplooide armen en een gestrekte rug voor je houden. En wat ga je dan doen? Je gaat die flesjes achterwaarts brengen en je armen strekken. Ja. Zodanig dat onze triceps, de achterkant van je bovenarm, moet werken. Hoe verder je naar voren kan buigen, hoe beter. En als je dit moeilijk vindt, dan mag je gerust op een stoel gaan zitten en de oefening op die manier uitvoeren. Ja, het voornaamste is dat onze triceps hier werken. Nog 5. Rust. Oké, dan gaan we de flesjes houden en we gaan met die flesjes roeien. Dus je brengt de flesjes nu naar voren en je trekt ze naar je toe. Dit kan je zowel op een stoel opnieuw doen als rechtstaand. Heel goed. Heel goed. Heel goed. We zijn aan het roeien. Je mag de flesjes zoals ik rechtop houden of je kan ze horizontaal houden. En denk aan die rechte rug. Ja, dus je kan ook perfect hier gaan zitten en hier roeien. 3, 2, 1 en rust. Dan ga je een beetje steun zoeken bij een stoel of bij de muur. Dan ga je een knie naar voren brengen. En dan achterwaarts trekken. Heel goed.
mag gerust ook de voet achteraan nog een beetje heffen. Als je dat zou kunnen. Daar, hup, een klein beetje heffen. En vooraan ook heffen. En je kan ook gewoon achteraan op de grond tikken. 3, 2, 1. En dan gaan we wisselen naar het andere been. Ik kan daarvoor gewoon blijven staan. En we kunnen meteen starten. Heel goed. Fantastisch. Super goed bezig. Kom aan. Houd vol. Dit is al onze laatste oefening van de reeks. En we gaan dan elke oefening nog eenmaal herhalen. Zodat we alles twee keer hebben gedaan. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Ja. En dan ga je de handen voorwaarts brengen. Handen openen en sluiten. En dan mag je de handen ook links en rechts openbrengen. En je handen openen en sluiten. Je mag dat snel doen. Als het te zwaar wordt, laat ze gerust even hangen. Schud ze even los. En als je kan, kan je weer herpakken. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En dan ben je weer bij onze allereerste oefening. En dan brengen we terug 1 hand hoog, 1 hand laag. Je voelt waarschijnlijk al dat die schouders al wat losser zijn. Dat je rug ook al, je wervelkolom, al wat losser is. Heel goed. Je doet het fantastisch. Kom maar. Hou het vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. We gaan er de flesjes terug bij nemen. Kies zelf. Of dat je deze oefening rechtstaand of zittend op de stoel wil uitvoeren. Ja. Je ellebogen mogen een beetje voorbij je rug. Dan probeer je rug zeker recht te houden. En je mag elke oefening trager doen dan wat ik ze doe. Dat herhaal ik graag elke dag. Nog 4, 3, 2, 1. En rust. Fantastisch. De flesjes houden we vast. Even draaien met de schouders. En dan gaan we roeien. Naar ons toe trekken. En strekken. Heel goed. Heel goed. Kom maar. Hou dit vol. Je bent in de helft. Je kan gerust de flesje dus horizontaal houden nu. En zorg voor een rechte rug. Niet met een bolle rug dit gaan doen. Zit vlak. Goed naar achter. Steken. Desnoods gaan zitten op een stoel. 3, 2, 1. En rust. De flesjes die mogen weg. En dan ga je je knie terug naar voren brengen. En achterwaarts tikken. En tik. Zodat je stabiel staat. Zoek steun bij de muur. Maar hou je bovenlichaam wel recht naar voren. Vol.
ons andere been. En dan starten we daar exact hetzelfde. Ze zijwaarts brengen, ja, en dan weer naar voren brengen. Heel goed. Heel goed. Als het te zwaar wordt, kan je ze gerust even laten zakken, een paar seconden, en dan nog eens hernemen. Heel goed. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. En dan zit het er alweer op voor vandaag. Oké, fantastisch gedaan alweer. Goed dat je erbij was. Probeer er elke dag bij te zijn. Ik vraag me af welk effect jij al voelt. Ten eerste, hoe lang ben je al bij ons? Hoeveel workouts heb je al meegedaan? En voel je effectief al een verschil? Zijn je benen al sterker? Voel je meer kracht in je armen? Laat het even hieronder weten in de comments. Ik ben heel benieuwd om te horen hoe jij je erbij voelt. Ik zie jullie heel graag morgen terug voor een nieuwe workout.